We zijn in Antwerpen en we gaan mensen in mijn vriendenboekje laten schrijven. You wanna write in my friend book? Oké. Alright, what is your favorite animal? Dog. Horse? Horse? Oh, dogs. Oh, horse. Okay. Horse. No, dogs. You like horses? Yeah, I like horses. Oh, nice, nice. The favorite is dogs. So horses. Give me a hug. Nice to meet you. We are best friends now. Bye-bye. Bye. Yes, beautiful. Do you like it here? Not too much, this town, I don't like it. Dag heren! Hey, goeiedag! Zijn jullie ook aan het vloggen? Ja, zeker! Ja. Wij vloggen elke dag. Wat is dit dan? Dit is een programma over de metaverse. De toekomst van het internet, hoe zal het eruit zien? Ik, aan de top. Oké, dankjewel. Alsjeblieft, fijne dag! Hoi, hoi! Als ik straks beroemd ben, spot mijn camera microfoon. Ik, aan de top. Vrienden worden? Vrienden bedoel je op Facebook, op Instagram of wat? Ik bedoel in het echt. Je bent te jong voor mij. Niks geks, gewoon ja, vrienden. Ja, maar ik heb geen tijd. Ik ben te oud voor jou. Telefoonnummer? Nee, sorry. Mag ik wel een knuffel? Oké. Okay. Pizza gaat, ja. Jezus. Zou je misschien vrienden met mij willen worden? Nee, hoor, liever niet hoor. Waarom niet? Waarom wel? Dames. Willen jullie misschien vrienden worden? Ja, is goed. Ja? Ja. Wat willen jullie later worden? Schoolhuisbeslisten. Ja, dat vind ik echt wat voor jou. Waar ben je een grote fan van? Jou. Nee, hoor, liever niet hoor. Wat zijn jullie hobby's? Dansen. Is roken. Roken? Ja, dat is mijn hobby. Oké, roken. Check? Ja. Check, roken. En waarom check? Omdat ik fabrieksgebouw de CRM-technisch vind. Dan rook ze. Ja, dankjewel. Fijne dag. Doei. We zijn op dit moment in de natuur van Antwerpen beland. Willen jullie misschien vrienden worden? Ja. Oké. Daar komt ie. Wat eet u het liefst? Varken. En wat lust u echt niet? Varken. Alles van varken. Ja, varkenvlees. Oké. Wat is een varken? Varken? Zwijn. Oh. Pink. Varken. Varken. Oh, jee. Varken. Hoeveel is de outfit? Nice. 50. 50. Okay. 50. En de broek? Broek, ik denk 120. Trui, misschien 80. En de jas? En ja, deze is 3200. 3000? Ja, het is echt pelt. Sorry. Ik ga van dieren, behalve varken. Sorry. Okay. En de tas? Ik denk 750. Misschien kunnen we de mensen die kijken een wijze les geven dat geld uitgeven aan kleding niet slim is. Niet altijd. Ja, dit is echt warm. Sorry. Fijne dag. Dan zullen we de vriendschap afsluiten met een knuffel. Oké. Ik ga proberen een nummer te fixen zonder te praten. Ik ben niet. Nee. Ik hoop dat je wat anders vindt. Je gaat zeker iemand vinden, want het is knap genoeg. Zeker. You want to be friends? Ja, yeah, no problem. Yes? Oké, okay. I have a few questions for you. For my friend book. No speak. Frans, no speak. I'm sorry. I'm sorry. Wilt u misschien vrienden worden? Ik moet dringend ergens zijn, sorry. Anders met veel plezier, maar wij hebben erg veel haast. Kan ik helpen? Nee, dank je. Niemand in België wil vrienden worden. Ik denk dat het tijd is om naar Nederland te gaan. Dan gaan we gewoon naar een rave of zo. Oké, we zijn aangekomen bij de rave. Ik had echt deze verwachting, hè? Het enige wat er is, zijn twee politiebusjes. Ja, perfect moment om even vrienden te maken, lijkt me. Ja, op zich. Wat brengt jou hier? Verveling. Ik had gewoon zin in een lekker feestje. Ik wilde gewoon een lekker feestje bouwen, ja. Alles wordt ons afgenomen in deze gekke tijd. Ja, je grootste droom.
Wat is jouw grootste droom? Mijn grootste droom? Ik weet niet mijn grootste droom. Oh, nou, helaas. Ja, maar dit is echt een lastige vraag. Oké, mag ik dan je handtekening? Ja, zeker weten. Wat een kutpen is dit, zeg. Echt een kutpen. Ik vind hem echt een makelaar. Vind je ook niet? Makelaar? Je geeft me echt makelaar vibes. Nee. Ik ben geen makelaar. Oké. Wil je een huis kopen? Nou, wat vond je ervan? Ja, het was een bijeenkomst van mensen onder een tunnel. Ja. Ik wil ook daar zo zeggen, maar even rennen. Er is meer politie dan gezelligheid. Oké, we gaan nu naar een penthouse in Krooswijk. Tenminste, dat wat er ons vertelt. Nee, we gaan naar een penthouse in Krooswijk. We hebben ook ondertussen wat andere mensen opgepikt. Dit is Sanne. En dit is... Diana. Alright. We zijn er. Nou, de penthouse. We hebben het gevonden. Nou, we zijn op het gekste huisfeest ooit beland. Kijk om je heen. Wow. Hey, wat is iedereen? Shotje! Nou, dit was hem dus niet. Ik heb gehoord dat er een ander feestje in de buurt is. We zijn nu in Krooswijk, we waren net in een penthouse. We gaan nu weer door naar de volgende. We gaan nu naar een villa. Echt? Nee. We zijn bij het volgende feestje aangekomen. Ik denk dat hier een gezin woont. Als ik deze mensen was, zou ik echt de deur niet open doen. Nee, maar er is wel echt hier een feestje. Wacht, ik ga nu een berichtje sturen. Echt? Yo, kunnen jullie open doen? Ze zitten nu te twijfelen om open te doen. Je kan je visa niet op Amigo zetten en dan niet de deur open doen. Oké, kom. Er zijn echt met te veel mensen. Yo. Yo. Ja, dit is niet mijn feest. Maar kunnen we ook naar binnen komen? Ja, geen idee. Ja, let's go. Ze zeiden tegen mij, van, ze mogen niet naar binnen, want het is toch grote groep. Echt met heel veel gezellig. Iedereen is hier toch gewoon om te dansen? Hey, ik kan goed sowieso. Hey, let's go! We zijn er! Blijven we nog nadenken. We hebben kort mogen dansen. On to the next party. Let's get it. Als je 46 bent en weggestuurd wordt, is toch gek? Het is toch een beetje alsof je moeder wegstuurt. Toch? Of je oma? Ik kan geen Uber meer bestellen, want mijn Uber... Ik heb het net gedaan. Mijn telefoon ligt nog in de vorige Uber. Ben je nog steeds kwijt? Ja. Ja. Kut! Vooral omdat mijn pinpasje erin zit. Weet je wel, mijn stempelkaart van Altstad. Oh shit! Weer opnieuw gaan sparen. Kijk, je telefoon die kan je opnieuw kopen, maar zo'n stempelkaart, ja, dan moet je helemaal opnieuw stempelen. Hey, je gaat schoffen, hoe kom ik aan? Hey! Ik vind het zo kut dat de horeca dicht is. Nu wil je toch een kapsalon? Ja man, het is chaos man. Het is chaos hier broer. Overal mensen. Iedereen! We hebben jou gezoend deze avond. Ik moet morgen om 9 uur op en het is al 4 uur. Let's go! Hey, you're your mind! Hey. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?